Vanuit de schakel te Reuver presenteert Ricardo Frederiks het eigen geschreven boek In de grote pot voor een kleine asperger. Stel even samen met mij voor. Een jongeman die geboren is met één been, wil een trein instappen. Voorbijgangers zien deze jongeman en zien dat hij hulp nodig heeft om die trein in te komen, want hij heeft maar één been. En ze gaan hem helpen. Stel, deze jonge man had autisme gehad. Een vorm van autisme die niet zo duidelijk te zien is als iemand met één been. Een vorm als asperger, iets wat ik zelf ook heb. Niemand ziet direct aan zo iemand dat hij daar problemen mee heeft. Dat hij hulp nodig heeft om in de trein te komen, om bij zijn bestemming te komen. Mijn naam is Ricardo Frederiks. Ik ben 19 jaar oud. En ik heb een boek geschreven over het syndroom van asperger. Wat ik zelf ook heb, is op mijn 11e gediagnosticeerd. In dit boek vertel ik over een jongen, Jordi. Jordi is een beetje een afspeling van mezelf, een door mij bedachte personage. Jordi maakt dagelijkse dingen mee. Wat het zo bijzonder maakt, is dat Jordi het syndroom van asperger heeft en hij anders tegen deze dingen opkijkt. Ik beschrijf in de ik-vorm hoe hij deze dingen meemaakt, hoe hij hierover denkt. Soms kan een asperger heel diep in gedachten raken. En die gedachten die beschrijf ik dan nog uitgebreid. Wat de meeste films en boeken doen, is de lezer en de kijker een beeld geven. Wat is autisme, wat is asperger, door middel van voorbeelden. Wat mijn boek doet, is het laat de lezer even zelf de asperger zijn. Wil ik jullie even... Daarnaast ben ik ook de jeugdstadsdichter van de gemeente Heerlen. En ik kan hier niet weggaan zonder een paar gedichten aan jullie te hebben laten gehoord. En dan wil ik even beginnen met een gedicht. Het is geen kort gedicht, maar het is een heel... Denken jullie het wel dat het wel bij past? Het gaat namelijk over autisme en dat heb ik vergeleken met een mier. Het is een vrij persoonlijk gedicht. De mier. Klein dat ze zijn. Dezelfde kleur. Haast identiek. Tussen deze kudde mieren valt toch bijna niemand op, behalve hij. Bij het halen van het eten brengt hij alleen voor zichzelf mee. Loopt liever met twee dan met een hele groep. Soms gaat hij zijn eigen weg, loopt over het modderige gras of over een drooggelopen waterplas. Dit kon de kudde niet waarderen, probeerde hem te leren wat normaal. Vertelde een verhaal over het belang van sociale omgang. Maar wat de mier ook probeerde, hij kreeg het niet aan zijn verstand. Hij probeerde bepaalde manieren te handhaven, zoals het voor andere mieren ook een tunnel gaven. De kudde glimlachte, waardeerde wat hij deed. Deed hij wel vriendelijk en leefde verder. De volgende dag liep de mier als een waar kuddedier voor even met het groepje mee. Maar na een minuut of twee liep hij weer over het gras, omdat het naar zijn idee veel veiliger was. Wel bleef hij tunnels graven, nu ook voor meerdere mieren tegelijk. In zijn ogen was dit een vooruitgang, maar dit bleek lang niet goed genoeg. Hij deed niet mee aan rituelen, omdat hij in tegenstelling tot velen hier geen plezier aan had. Mieren vertelden hem dat hij anderen zo kwetsen kon. Hij maakte geen vrienden door zo arrogant en eigenwijs te doen. Toen zag de mier het niet meer zitten. Hij deed zo enorm zijn best, maar kon zich nooit met de rest compenseren. Kon niemand hem dan accepteren met zijn gebreken en zijn kijk. Zijn vooruitgang erkennen, wennen aan iets vreemds. En ongelukkig dat hij was, liep hij van het drooggelopen waterplas naar het gevaarlijke terrein. Ontweek veel mensenvoeten. Groette kakkerlakken en pissenbellen, overtuigde zich dat hij het wel kon redden, maar belandde in een spinnenweb. Wat is het voor een leven als je constant wordt gezien als iemand die zich aan moet passen? Men stelt eisen aan de ander, wordt kwaad en verwijt. Ze zeggen dat zolang je je best doet, je niets verkeerd zou kunnen doen, maar het tegendeel wordt al bewezen bij het lezen van de werkelijkheid. Klein dat ze zijn, dezelfde kleur, haast identiek. Tussen deze kudde mensen valt er bijna niemand op, behalve ik. En ik hou niet van spinnenwebben. Dankjewel. De titel van mijn boek is trouwens een te grote pot van kleine asperger. Ik zal even iets vertellen over het ontstaan van dit boek. Het begon rond mijn 15e, toen ik het weekend bij mijn vader was en ik zat op mijn kamer. En ik wilde wat met mijn creativiteit doen. Ik had destijds heel veel over asperger gelezen. Want ik werd er meer bewust van.
En die kennis wilde ik kwijt in een klein verhaaltje. Geen idee dat het een boek zou worden. Dit verhaaltje was net anderhalf à viertje en toen liet ik naar mijn stiefmoeder lezen, want ik wilde toch wat feedback hebben. En mijn stiefmoeder liet het lezen, iemand liet het lezen aan iemand. En zo kwam het terecht, uiteindelijk, bij uitgeverij Pimento in Amsterdam. Dat is een van de grootste jeugduitgeverij van Nederland, van Carrie Slee. Toen ben ik uitgenodigd naar Amsterdam, samen met mijn moeder en mijn stiefmoeder. Ja, met mijn moeder en mijn stiefmoeder ben ik op de trein naar Amsterdam gegaan. En daar vertelden ze mij dat ik talent had, dat ik zo dol was bij het schrijven. Toen heb ik ook doorgeschreven, maar ik was een beetje te eigenwijs. Ik wilde het een beetje te veel op mijn manier doen en dat manuscript is er dan eigenlijk niks geworden. Als je het gebeurtenis zou lezen, zou het wel mooi zijn, maar het had geen doorlopend mooi plot verhaal, weet je wel. En toen heb ik een paar maanden, was ik teleurgesteld, heb ik even niks meer gedaan. Totdat iemand overleed. Een heel belangrijk persoon voor mij. Deze man heette Peter Connet en was mijn studiebegeleider, mijn mentor, mijn Nederlands docent en een soort vader voor mij. Iemand die mij door mijn 4 jaren van VMBOT heen heeft weten te helpen. En nadat deze persoon is overleden, ben ik in contact gekomen met zijn familie. Doordat ik toen de tijd was huis nog helemaal in, en zat ik een hele lange krabbel van 800 woorden, een persoonlijke brief aan Peter, had ik op zijn huis gezet. Die had de hele familie, heel de school had hij gelezen. En uiteindelijk ben ik in contact gekomen met de familie. En ben ik met 2 mensen, de zus van Peter en de man ervan, Johan Marina heette ze, ben ik opnieuw begonnen aan mijn boek. Deze mensen zijn inmiddels, heb ik daar een familiaire band mee ontwikkeld en zijn dan een beetje mijn derde opa en oma geworden. En daar ben ik toen vaak wekelijks heen gegaan op de donderdag, altijd dezelfde dag, typisch als Spargel, waarbij ik ook mee had. En dan had ik iets geschreven en dan liep het aan een lezer of las ik het voor en dan keken we vooral grammaticaal en hoe het bij de lezer overkwam. De rest van het inhoud van het boek is natuurlijk van mij. En hier hebben ze 2 jaar over gedaan en uiteindelijk was het manuscript af. Toen ging ik terug naar uitgeverij Pimento. En die zeiden dat ze wel interesse hadden, maar dat ze te veel boeken hadden tot eind 2015. Nou, ik ben heel geduldig, maar zo geduldig net weer niet. Dus heb ik besloten om het boek zelfstandig te gaan uitgeven. Hier heb ik nog zo'n 6 maanden over gedaan. Ik heb bepaalde personen benaderd. Ik heb de PR van mijn boek zelf opgebouwd. Met behulp van Jo Marina. Een tekenaar heeft een heel mooie tekening bij mijn boek gemaakt. Daar hebben we 2 avonden over lopen brainstormen. Iemand in Tilburg heeft een voorwoord geschreven. Goed. Wat kan ik nog... Misschien kan ik als afsluiting een heel klein stukje voorlezen uit het boek. Ik ben anders. Mijn naam is Jordi Mulders. Ik ben 16 jaar oud. Mijn moeder heet Laura en mijn vader heet Vincent. Mijn vader heb ik al 12 jaar niet meer gezien. Ik houd van feiten, want meningen geven mij niet veel zekerheid. Toch kan ik af en toe zeer overtuigend mijn mening over iets geven. Vooral wanneer het over een onderwerp gaat dat mij interesseert. Wanneer het onderwerp van een gesprek me niet boeit, zul je me niet snel zien deelnemen aan deze conversatie. Ik ontwijk gevoelens en hecht me zo weinig mogelijk aan mensen. Ik vertrouw niemand, hoewel uiteindelijk blijkt dat ik zelf ook daarbij hoor. Ik hecht me wel aan overbodige zaken. Kleine, onbelangrijke details vallen mij sneller op en zullen mij meer interesseren dan de grote lijnen binnen een onderwerp. Ik interesseer me niet voor kleding, uiterlijk of ook maar iets in deze richting. Kleding heeft voor mij geen andere betekenis dan een laagje stof die je edele delen niet voor iedereen zichtbaar maakt. Ik ben anders. Voor mij is anders eigenlijk een andere kijk op de door de mensen zelf gecreëerde, normale wijze van leven. Ik ben anders omdat ik anders tegen de wereld aankijk. Ik denk anders, ik doe anders, ik zie anders, ik hoor anders en ik ruik anders. Ik leef in mijn eigen wereld. Ik heb rituelen die ik moet opvolgen, anders word ik gek. Ik denk dat ik bij deze klein stukje laat, dat is wel te lang. Helemaal afsluiten wil ik toch met het gedicht dat ik over dit boek heb geschreven. En dan wil ik ook kenbaar maken dat daarachter, een tafel, daar zit mijn vriendin. En daar staan we vriendin om een boek te verkopen. Ik wil ook een krabbeltje erin zetten als jullie het boek komen kopen. Dus het kost trouwens maar 10 heel goedkoop. als afsluiting het gedicht. En wie weet zie ik jullie daar terug. Voor meer informatie kun je ook bij mij. Of mijn website www.ricardofrederiks.nl. Hele makkelijke website. Ik ben wellicht geen superheld. Geen prins of het witte paard. Onafhankelijk van deze maatschappij bepaal ik zelf in welke richting mijn schip vaart. Ik ben geen professor,
Mijn verstand loopt wel eens vast. Toch heb ik ook mijn slimme momenten. Zolang het onderwerp waar mijn stage past. Ik kan ook echt niet zweven. En ik sta niet boven de tijd. In tegenstelling tot de meeste mensen in het leven voel ik me warm en veilig in de eenzaamheid. Ook ben ik niet aangelegd voor een sociale maatschappij. En waar een ieder zich gebonden aan de regels voelt, voel ik me vogelvrij. Ik ben geen tovenaar of wereldwonder. Ook ben ik echt geen wereldster. Daarom voelt het leven voor mij vaak als een te grote pot voor een kleine asperger. Dank u wel voor jullie aandacht, mensen.